Het zit wel heel strak. Mooi broek. Ballen buiten. Dit is een slap hangertje. Hallo allemaal. Nee. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En we beginnen de dag met een lach. Wat was dat? Heel lief. Bloopers. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met de ratslag. Hallo en goedemorgen woensdag. Het is alweer 12 uur, alweer 12 uur. Nou, buiten adem, don't know why. Ik wilde deze even laten zien, een jurkje, maar is het al echt te doen, blote benen, of ga ik dit morgen doen? Ik denk dat ik nog even iets anders aandoe, want blote benen, ik weet nog niet helemaal of ik dat al aandurf. Oké, dit is dus het andere truitje. Nou, dat is ook super handig, want dan doe je dit los. En dan kun je zo bij je BH. Die ook op kan, dus nobody sees anything. Dit is very handig. Ja, het is wat. We zijn nu alles aan het verzamelen. Wat gaat er allemaal mee? We gaan op vakantie en we nemen mee. Nou, gelukkig niet, want dan moesten we nog veel meer meenemen. Oké, zullen we dat overleven als we heel even gaan shoppen? 8 luiers, een matje, hydrofieldoek, doekjes, crème, deze, oh nee, die had ik al in, tepelcreme, water voor jou, doe die maar gewoon onder in de wagen. Oh ja, en deze voor als de nood is, Sina baby, om een beetje rustig te krijgen. Borsten staan weer in de fik. Ja, weten jullie nog dat wij onze woensdagmiddagjes altijd met z'n tweetjes hadden? Gezellige dagjes samen, omdat Jola dan natuurlijk om 12 uur al vrij is. Nou, die gaan we weer oppakken. Ja. We gaan samen shoppen. Jola krijgt eindelijk haar aandacht weer een beetje terug. Hè, joh? Ja. Want dat hebben we wel allebei heel erg gemist, hè, de laatste tijd. Mis jou. Koekje. Dus we gaan even genieten van het weertje. Ik dacht shoppen is wel beter, want Jax mag natuurlijk nog niet echt in de zon. Eigenlijk helemaal niet in de zon. Een terrasje pakken of zo. Ja. Ja. IJsje eten. Ja. Zo, Jola is even boven. Ik ben even in de Primark. Maar dit is best een leuk suède-achtig, noem je dat zo? Jasje. Ik heb al zoveel jasjes. Jola die krijgt een eigen willetje hoor. Ze weet precies wat ze wil. Hè? Mama, wat is mijn maat van mijn... 135/140. Hier dit is jouw maat. Oh nee, 128 zit. Die laatste. Die laatste. Dus die moet dik gedrukt zijn, die laatste. Deze. Ja. Ah, leuk broekje. Heb je heel goed uitgezocht, joh. Superleuk. Een soort broek, maar wel stretch. Ja, heerlijk. Zitten we dan voor het eerst in het openbaar? Hey joh. Maar we hebben even een beschuthoekje opgezocht. Ja, hier zo. Standing. Lekker shoppen. Nee. Is het deze geworden? Heel leuk is hij. Die andere, die lichtere, die had, dat was dezelfde maat, maar deze die zat dus nog gewoon strakker. Beter. Dit is gewoon een stretchy broek. Ja, heel leuk. Stretchy broek. Nou, we gaan zo ook nog even naar de zaal. Hallo. Op roost. Oké, nog één keer. Boven, onder, rechts. Links. Ja. Ook shoppen voor Jax. Welke wil jij? Wacht even.
Yes, welkom. Ja. Zie jij deze zo? Die, hè? Ja. Ja, die wil hij. Nou, we nemen ze aan toe. Die is leuk. We zijn bij de Zara en hebben ze heel leuke Cookie Monster dingen. Ik ben wel heel enthousiast met de maat 36, maar dit is een 38. Ik vind hem wel mooi. Ik denk dat ik hem wel neem. Heb ik in ieder geval even tijdelijk een andere high waist. Ik heb gewoon thuis mijn levi's en zo, maar ja, die pas ik nog niet. Oh, het zit wel heel strak. Ballen bij. Dit is een slaphangertje. Ja. Dan heb je ook nog eens een apenhangertje. Een apenhangertje. Horen jullie dat? Dit noemt Jola een apenhangertje. Je hebt dit. Dit noemen wij een apennavel. En dat noemen wij dan een apenhangertje. Een apenhangertje. En dit is ook een apennavel. Want top. Dit zie je zo. Blop, blop. Zie je zo een beetje. Heerlijk, Kinty. Nou, gelukkig. Bart heeft even soda gekocht. En dat heb ik nu in kokend water gedaan. In een kommetje. En dan ga ik daar met die vinger in. Had ik in de vorige vlog al verteld. Maar het is nu nog erger geworden. Echt serieus. Wacht, ik zal het laten zien. Pijnlijk. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Zo, good night sleep tijd. Bart is zo lief om vanaf de laatste voeding om, die ik net heb gedaan om 9 uur even Jax beneden te houden. Zodat ik alvast even 2 uurtjes kan voorslapen. En dan straks voor de volgende voeding dan maakt hij me wakker. Maar dan heb ik in ieder geval al even 2 uurtjes geslapen. Dus dat is wel chill. Dus ik ga nu slapen. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Morgen? Ja, dan vlog ik nog even door, denk ik. Dus, tot dan. Goedemorgen deze morgen. Morgen. Met deze mooie vinger. Wow, wat een vage vinger heb jij. Kijk, normaal wordt een pink zo uit. Auw, niet aanraken. Zo wordt een pink eruit te zien. Oh, kijk hoe ik eruit. Nou, liever niet. Vind je zo erg? Oh, wow. Je, laten we zeggen dat je hoofd eruit ziet zoals je pink nu. Opgezwollen en ontstoken. Weten jullie nog dat ik gisteravond zei, oh wat fijn dat ik even 2 uurtjes kan voorslapen. Nou, dat voorslapen, daar bleef het zo'n beetje bij. Maar het is mooi weer. Inderdaad. En ik ga douchen en even een lekkere gezonde shake maken. En dan gaan we er weer voor. En ondanks dat hij huilt, is hij wel super gezond. En lief en schattig. Precies. Hij blijft gewoon zo schattig. Zo'n lief kopje. Maar daarom gaat het ook zo door merg en been. Omdat je hem zo schattig en lief vindt. En dat je niet wil dat hij pijn heeft. Dus even geen gekkigheid. Dank jullie wel voor alle tips. Ik heb super veel tips gehad. En we hebben ze ook echt allemaal uitgeprobeerd. Echt allemaal. Alles tegen krampjes enzovoorts. Alles hebben we geprobeerd. En echt soms in de nacht. Sommige dingen helpen, maar dan heel eventjes. En dan daarna begint het weer. En omdat het heel vaak ook echt direct na de borstvoeding begint, word je gewoon zo onzeker over of dat wel goed gaat. Of dat je het wel goed genoeg hebt gedaan. Dus ik heb net ook weer gekolft. Maar ja, er komt wel gewoon echt genoeg uit. En alles is verder goed qua luiers en gewicht en alles. Dus ja, eigenlijk moet je daar niet al te onzeker over zijn. Maar op dat moment dat hij maar blijft huilen, word je dat wel. Want je wil dat hij stil is. Maar goed, ik zie er niet uit. Ik ga even douchen, shakey maken en dan ben ik terug bij jullie met een ander hoofd. Doei! Jee, het is vandaag super mooi weer. Dus jurkje, blote benen. Ja, ik ga naar buiten. Arme Joltje, heeft zo'n last van je voetje. Hè? Gossie. Wat een weertje. Laat het alsjeblieft niet het enige zijn wat wij krijgen, hè? Dit weertje wil ik vaker. Dan kan je.
Jackie ligt lekker in de tuin. Zo. Even heen en weer wiegen. Met een lach. Zo guys, het was een heel heftig dagje. Oh ja, en trouwens, mijn vinger, die heb ik dus gewoon helemaal in de soda, water, heet water, continu erin gehouden. En op een gegeven moment geprikt. Wilde ik echt niet, maar Bart zei, je moet het echt proberen. Dus ik heb geprikt en allemaal pus eruit, kwam eruit. Ik vind het echt heel ranzig. Ik ben niet van dat soort dingen uitknijpen. Maar Bart stond erbij te juichen. Anyway, mijn vinger is weer hersteld. Ik zie jullie vrijdag weer in een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Abonneer als je nog niet bent. Geef een duimpje als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei! Rock that joint.